Gordon heeft vrede gevonden in het vooruitzicht om altijd vrijgezeld te blijven, zo deelt hij openhartig in het radioprogramma De Perstribune. Na de publieke en tumultueuze breuk met zijn ex-verloofde Gavin lijkt de hunkering naar liefde bij Gordon aanzienlijk afgenomen te zijn. Het Nederlandse publiek was getuige van de mediagenieke breuk en het daaropvolgende moddergooien tussen de voormalige geliefde. Deze ervaring heeft een verandering teweeggebracht in Gordon's kijk op liefde. Ik heb totaal geen behoefte meer om met iemand mijn leven te delen. Ik heb zes kussens in mijn bed, daar slaap ik heel lekker mee. Er is niet meer plek, deelt de zanger met een vleugje humor. Over zijn relatie met Gavin wil hij verder niet uitweiden, dat is echt verleden tijd. Hoewel Gordon aangeeft nog wel seks te hebben, benadrukt hij dat dit op een heel andere manier gebeurt. De hunkering om zo nodig met iemand samen te moeten zijn, is weg, verklaart hij. Opmerkelijk genoeg heeft hij aan geen problemen te hebben met het idee om voor altijd single te blijven. Ik heb daar enorm vrede mee. Besluitkoorden, en lijkt daarmee zijn eigen weg te omarmen met een hernieuwd perspectief op geluk en tevredenheid.